Een nieuw seizoen Big Brother, spannend. Dit verdient natuurlijk een frisse start en dus een nieuw huis, aldus presentatrice Geraldine Kemper. Kan je nagaan dat hier wel geteld 20 kilometer aan bekabeling ligt? Alles om de kijker geen moment uit het Big Brother huis te laten missen. Niet alleen voor de bewoners over wie ik nog niks kan verklappen heeft het huis en dus dit seizoen een totaal andere look en feel, ook voor de kijker. Het voelt erg luxueus aan, maar of dat ook het gevoel zal zijn dat de nieuwe bewoners zullen hebben, valt nog te betwijfelen, reageert presentator Peter van der Veire. De keuken en woonkamer hebben een andere opstelling en de badkamer heeft voortaan een bad en niet drie maar twee douches. De gameroom is daarnaast dubbel zo groot als vorig jaar. Dat laatste gaat de toon zetten in het nieuwe seizoen, denkt hij. De kijker heeft aankomend seizoen meer invloed dan ooit. Zo kun je niet alleen tijdens de liveshow stemmen, maar kan je ook tijdens de Videoland livestream het leven van de Big Brother bewoners mede bepalen. Maar, Big Brother's wil blijft het natuurlijk. Een vakantie wordt het zeker niet, schaarste en onvoorspelbaarheid voeren de boventoon dit seizoen, aldus Geraldine. Met maar liefst 120 camera's en bijna 50 microfoons in het huis en de tuin, volgt Big Brother zijn bewoners overal en altijd. De kijker kan vanaf maandag 3 januari 20:30 dagelijks meekijken bij RTL 5 en 24/7 bij Videoland.